put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yo mensen, tot in deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA1999 en vandaag weer de nieuwe Feyenoord Crème Mode. En vandaag gaan we twee wedstrijden spelen, dus tegen Heerenveen en de wedstrijd in de Europa League die we ook gaan krijgen. Vandaag ben ik begonnen met mijn werk, mijn nieuwe werk, dan bij mijn nieuwe werkgever. Ik werk nu in de plantteelt, in de kassen. Dus ja, elke dag. Dus misschien komen de video's iets later, maar ze komen wel elke dag. Misschien komen ze weer rond 3 of 5, zoals ook op het begin van mijn YouTube kanaal carrière. Maar het kan ook zo zijn dat ze extreem vroeg komen natuurlijk. Het ligt eraan. In ieder geval blijft gewoon elke dag wel de video's komen. Ik probeer het in ieder geval en dat gaat sowieso ook wel lukken. Maar vandaag hebben jullie ook dus gewoon een video. We gaan kijken wat deze wedstrijd wordt. Hendriksen, Gitteruida. Dammers. Rijs. Sinisterra. Doe Sinisterra terug. Mooi op Alvarez. Alvarez omhaal naar Ince. En het is 1-0 voor Feyenoord. En Ince mag zijn eerste doelpunt maken voor de Rotterdammers. Hij scoort de 1-0. En een mooi doelpunt is dat van hem. Van Danny Ince. En het is 1-0 voor Feyenoord. 36 minuten. Vak voor rust. Wordt het dan al 2-0. Alvarez. Alvarez is te langs. En hij maakt het 2-0 al. Het is 2-0. We staan voor. Overtuigend. Zo lijkt het al gespeeld te zijn. Vak voor rust. De 2-0 van Alvarez. De jeugd middenvelder van Feyenoord. 2-0. Tweede helft ondertussen, 47e minuut. Bruin, Fijk. Terug op Bruin. Bruin. Dammen zit er tussen. Bal dan nog voor Heerenveen. Bruin. En hier de redding van Hendriksen. Goede redding van de doelman van Feyenoord. Hoekschop wel voor Heerenveen. Fijk. Basikoglu. Nee, Peterson. Woudenberg. Basikoglu. Bruin. Basikoglu, Alvarez ertussen. Tomali, Dammers weer. Goed. En de vrije trap is er wel voor Heerenveen. Nu Fijk met die vrije trap. 52e minuut. Het is Bilal Basikoglu die gaat schieten. Bilal geeft hem aan van Bergen en schot geblokt. En naast. En is de corner door Fijk genomen. Fijk met de corner. Weggehaald door Bero. Nu de corner. Opnieuw Fijk. Fijk geeft hem voor. Weggehaald. Bij Alvarez nu een aanval voor Feyenoord. Bero. Bero is op snelheid. Bero kan hem afgeven. Helemaal naar de andere kant. Daar gaat hij ook heen. Naar Peterson. Peterson. Behoudt hij de bal? Nee, de bal is weer voor Heerenveen. Fijk. En Balkovic. Bruin. Fijk. Fijk. Is er langs. Moet druk gezet worden door Feyenoord. Gebeurt niet. Een bal over Hendriksen. 10 minuten nog te spelen hier. Als Ince er vandoor is. Ince voor zijn tweede. Ince. En het is 3-0 voor Feyenoord. Danny Ince maakt hem met zijn tweede van de dag. En het is de tweede ook voor hem in de shirt van Feyenoord. Zijn eerste wedstrijd mocht hij spelen. En ook zijn eerste 2 goals. En dat is mooi voor hem. Want hij wou spelen. En hij speelt nu en hij scoort. Dat is natuurlijk voor hem heel erg mooi. En dat is ook een vertrouwen naar hem richting de coach. Hij wil laten zien dat hij meer wil spelen. En Wesley heeft natuurlijk een goede spits. Het is gewoon Kerk. Maar hij hoopt ook van hem een keer gebruik te maken. Alvarez. Welkom bij Ince. Heeft een mooie bal. Die laat een goede wedstrijd zien. Ince. Hoop natuurlijk kijken of hij dat ook vaker kan gaan doen voor Feyenoord. Maar goed, deze wedstrijd is voorbij. We winnen met 3-0. En de volgende wedstrijd gaan we ook spelen. En dit is wedstrijd in de Europa League. We zitten tegen... Even kijken, hoe heet die ploeg? Voor mij nog wat Moskou, ja. Lokomotief Moskou. Bakker in de basis, omdat Vilhena... Ja, een van de twee was geschorst. Dan weet ik alleen niet meer even gauw wie dat was. Voor mij wel Vilhena, ja. Ja, Vilhena. Oké, dus is geschorst, is Burger in zijn plaats. Spelen thuis in eigen Kuip weer, dus laten we hopen dat we het goed kunnen doen. Fiera. Mooie voorzet hier weggehaald. Terug op Van Aken. Nee, helemaal weer terug naar Senesi. En de ingooi is voor Feyenoord. Senesi. Kevin Dix. Dix, Vieira. Vieira en Van Aken. Goed, Dix nu. Dix, goede paas op Kerk. Goede kopbal en een 1-0 voorsprong. Prachtige kopbal van Gennaro Kerk. En een goede voorzet van Kevin Dix. Zorgt ervoor dat het 1-0 is.
Dan is het al vlak voor rust. Als dan de volgende kansen pas komen. Het is duur gebeurd. Lang niet deze wedstrijd, kan ik jullie al meedelen. Het is lang stil. Bakker. Bakker. Geeft hem op. Zomaar in de voeten van een tegenspeler. Lokomotiv Moskou eruit. Nee. Dix. En uiteindelijk Viera. Komt er niet langs. Bal weer voor Lokomotiv. Lokomotiv Moskou. Nu een aanval. Sommige namen ga ik me niet aan wagen. Rijbus. Bal hier weggehaald door Kongolo. Dix weer in de voeten van een tegenspeler. Toen is het een beetje heen en weer. Een beetje klungelig door Feyenoord in de tegenpartij. Lokomotiv Moskou. Hier de kans met de bal in de handen van Justin Bijlo. Tweede helft ondertussen begonnen. Nog steeds 1-0 voor Feyenoord. Door de prachtige kopbal van Gennaro Kerk. Maar nog steeds 1-0. Maar voorgegeven weggehaald. Dix. Senesi. Senesi. Ejuke. Wordt hij daar bereikt? Nee. Bal is weer voor de tegenpartij. Met de aanval. En de bal komt daar ook. Hier schietkans misschien. Hier is schietkans voor de tegenpartij. En weer de bal voor Bijlo. Bijlo, Kongolo. Moet gauw weg die bal. Senesi, Ejuke. Bakker. Van Aken. Kerk. Kerk geeft hem goed op Dix. Dix en Viera. Viera is te langs. Kan het nog 2-0 worden? Viera. 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 Gaat hij hem goed pasen? Hier op Kerk. En de redding nu weer van het doelman. Nu al de redding. 68 minuten. De volgende kans. Bakker en slecht gegeven. Had zelf moeten schieten of beter moeten geven op Kerk. Hier. Viera. Van Aken. Dix. Van Aken. Van Aken gaat zelf schieten. Redding en de bal weer weg. Feyenoord hoopt natuurlijk op nog een 2-0 voorsprong. 2-0 uitbraak. Maar dat lijkt er niet gebeuren. Hier dan Burgers. Schot geblokt. Viera, dat is heel slecht geschoten. Ondertussen is het bijna afgelopen. Nog 10 minuten te gaan bij deze 1-0 voorsprong. Nog steeds door het prachtige doelpunt van Gennaro Kerk. Bakker. Bakker. Bakker en Van Aken. Van Aken nu goed gegeven op Sinisterra. Sinisterra is er langs. Sinisterra kan hem goed voorgeven. Sinisterra gaat hem heel slecht voorgeven. Ja, de vervanger van Viera krijgt de bal er helaas niet in. Zo is het nog steeds 1-0. En dan zou het ook wel blijven bij die 1-0 voorsprong voor Feyenoord in deze thuiswedstrijd. Van Aken. Of toch? Nee. Bal weer in de voeten van een tegenspeler. Feyenoord speelt niet echt best, maar Lokomotiv heeft nog niet echt een grote kans gehad tot nu toe. Kan altijd de laatste minuten, laten we het niet hopen. Daarentegen kan Feyenoord er wel uitkomen met Kerk. Kerk voor zijn tweede, lukt het hem. Moet hem eigenlijk afgeven om het helemaal goed te doen. Hier Burger en dan is het wel 2-0. In de laatste minuut Wouter Burger. Heel vroeg in de wedstrijd kwam Kerk en nu in de laatste minuut is het Wouter Burger die scoort de 2-0. Feyenoord gaat winnen met 2-0 van deze Lokomotiv Moskou. En dat betekent dat Feyenoord twee wedstrijden gewonnen heeft in de Champions League. De competitie redelijk doet en de beker moet nog komen. Maar goed, laten we hopen dat het gaat lukken. En ja, Nederlands elftal hebben we natuurlijk ook de EK-kwalificaties. En dan gaan we hopen dat we dat ook kunnen doen. We gaan de selectie samenstellen. Ik bedank voor het kijken aan deze video. Druk op duimpje niet gedaan. Volgende aflevering doen we weer één wedstrijd dat het de klassieker is. Ik bedank voor het kijken aan deze video. Druk op het duimpje gedaan. En dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Later. Yeah.